We gaan nu de schouders eraf halen in zijn geheel vanaf het karkas. En dat doen we precies langs het bot. Dat gaat op vlies. Het lijkt wel of het ervoor gemaakt is. Als je het vlies volgt, dan valt het er vanzelf af. En dit is dus één schouder, compleet. Dan krijgen we de andere kant. Je ziet, het gaat eigenlijk helemaal op vlies. Mooi rond uitsnijden. En zie hier twee schouders. Ook deze kunnen in zijn geheel gebraden worden in de oven voor een of ander mooi lamsgerecht. Dan kunnen ook ze zometeen uitbenen. Nou, er zitten drie botjes in een schouder. We hebben hier tussen het pijpje van de schenkel. We hebben hier, zoals dat heet, een boegpijpje. En we hebben hier het schouderblad. We zullen het eens proberen de bovenkant van het schouderblad op vlies eraf te halen. We snijden dus de ene kant een beetje in en de andere kant. Dit is dus het schenkelpijpje, dit is het boegpijpje en dit is het schouderblad. Eigenlijk zijn ze dus nu blootgemaakt en dan gaan we ze er één voor één uithalen. En eigenlijk liggen ze er betrekkelijk los in nu. Ze zijn van de bovenkant ontdaan van vlees. En eigenlijk zijn het gewrichten die je allemaal ziet. Je ziet nu ook hoe alles functioneert. Een schouder hier met een gewricht. En je hebt hier nog een gewricht. Dit is eigenlijk de ouderwetse manier van uitbenen. Zoals de oudere slagers het eigenlijk nog geleerd hebben. En ik vind dus, als je je eigen vlees hebt en je beent het zelf uit, ja, dan ben je helemaal bij je vlees betrokken. Eerst zelf inkopen, dan zelf uitbenen en verder verwerken. En dat is het mooie hier van John Halvema. Hij verdiept zich toch in de materie vlees. Hij is zelfs meegeweest naar het abattoir en zoekt ook de achtergronden van het vlees. En dan ben je ook heel dicht bij je product betrokken. Hier zie je dus die holling van het schouderblad. En daardoor is dat zo moeilijk voor een leek om dat netjes uit te benen. Aan de ene kant heb je dus het muisje. Het schoudermuisje. Dat is in een kleine. En dan aan de andere kant de sucade. De lamsucade. En dat zit dus onder het brede gedeelte van het schouderblad. Ik heb het nu dus helemaal kaal gemaakt. En zie hier, redelijk netjes ontbeend. En dit zijn dus de drie botjes die dus in de schouder zo aan elkaar zaten. Nou, wou John daar een rollaadje van hebben. Nou heb je dus altijd in de schouder, daardoor wordt het vlees over het algemeen gestoofd. In ieder geval langer gebraden. Dat het bestaat uit een aantal gedeeltes en er zitten wat malsere stukjes in, maar ook wat taaiere stukjes. Hoe meer je naar de voorkant van de schouder gaat, en dat zie je hier dus, dat zijn een beetje schenkelachtige stukjes vlees. Die heel smakelijk zijn, heel mals ook zijn, maar die echt gegaard moeten worden. En naarmate je dus deze kant van de schouder gaat, tussen het muisje, sucade en dit dikke stukje, dat wordt weer malser. De sucade, daar loopt een seentje doorheen. Als wij dit vlees sneller klaar willen hebben en we ervoor moeten zorgen dat het niet te lang hoeft te braden, dan moeten we zorgen dat we die seentjes eruit halen. Want die seentjes hoeven niet gaar te worden als je ze eruit haalt. Dus we gaan hier proberen om heel voorzichtig in de schoudermuis dat seentje eruit te halen. Want dat is taai. Dat krijg je wel gaar, maar dat gaat ten koste van het andere vlees dat dat langer gegaard moet worden. Want dit is een taaie seen. En dat zit dus ook in de sucade.
En als je die eruit haalt, dan kan je eigenlijk het vlees korter braden. Je ziet hier die hele zeen, die komt hier bloot te liggen. Die is echt taai, helemaal aan de bovenkant. Hier is hij het dikst. Kijk, we zien hier tussen die twee zenen die eigenlijk betrekkelijk taai zijn. Zeentjes kunnen we, dat is natuurlijk in dit geval heel betrekkelijk, maar met de beentjes en de zeentjes zou je een heerlijke bouillon kunnen trekken. Dat is wel heel smakelijk. Hier zit ook nog een klein zeentje. Dus kom je dat straks allemaal weer tegen. Dan gaan we rollen. Dan kan je dus twee dingen doen. Je kan er een stukje in leggen, maar het houdt dus weer in dat het langer gebraden moet worden. Maar als je hem zo dus oprolt. Ik zal een touwtje pakken. Ik ga eronder door. Ja. Trek hem naar voren. Ondertussen doe ik mijn vingers hier. Haal hem hier onderdoor. En weer door het gaatje. En hij trekt zichzelf vast. Hij gaat hier onderdoor. Ik pak hem dus over. Zo. Ga ik hem hier onderdoor en ik trek hem tussen mijn vingers en zo zit het dus een lus in en naarmate ik harder trek gaat hij zichzelf steeds vaster trekken. Dit is wat slordig, hè? En eigenlijk moeten die touwen, die knoopjes inderdaad precies de afstanden naast elkaar.